Plastischirurgie is meer kunst dan wetenschap. En dat is ook niet helemaal waar, maar het kunstzinnige, dat zit zeker in ons vak. Mijn naam is Mark Mureau. Ik ben plastisch chirurg in het Erasmus MC Kankerinstituut. Ik houd me bezig met reconstructies voor kankerpatiënten. Het Erasmus MC Kankerinstituut is een uniek instituut in die zin dat alle specialismen onder één dak zich bevinden. En dat ook alle know-how en innovaties van al die specialismen aangewend worden voor de behandeling van kankerpatiënten. Wat denk ik belangrijk is om te weten, met name natuurlijk voor patiënten die borstkanker hebben, is dat als je borstkanker hebt, dat het heel goed mogelijk is om in dezelfde operatie zowel de borstkanker te behandelen als een borstreconstructie te doen, waardoor je wakker wordt met een borst waarvan de gevolgen van de borstkankerbehandeling eigenlijk minimaal zijn. Zeg maar, de plastische chirurgie als kunst, dat gevoel heb ik altijd het sterkste als ik bezig ben met neusreconstructies. En dat komt omdat het ook letterlijk op een gegeven moment zo is dat als je met een tweede of derde etappe neusreconstructie bezig bent, dat het weefsel wat ik dan gemaakt heb, dus zeg maar, er is een heel kraakbeen skelet gemaakt door mij met rib en of oorkraakbeen, dat is op dat moment zo stug. Dat kan je dan gewoon als een sculptuur verder uitsnijden totdat het de optimale vorm van de neus krijgt die je wil. En dan is het letterlijk gewoon beeldhouwen. En dat vind ik dus heel mooi van ons vak. Dat is dan mijn uitdaging. Dat is dan natuurlijk heel technisch iets. Maar om je reconstructie zodanig te maken dat de passant op straat het eigenlijk gewoon niet opvalt. En ik hoop dan, en dat is vaak ook zo, dat de patiënt die is daar dan zo blij mee dat hij ook gewoon op straat zich kan vertonen en weer aan het hele normale sociale verkeer kan deelnemen. Nou ja, een van mijn favoriete uitspraken is dat plastische chirurgie kwaliteit van leven chirurgie is. Want dat geeft in essentie ook weer wat we doen, waarvoor wij er zijn. De ontwikkelingen op dit moment zitten met name in de transplantatiechirurgie. En dan moet je denken aan transplantatie van de ene mens naar de andere mens. Alleen het grote probleem hierbij is de hele immunologie en het afstotingsvraagstuk. En ondanks dat er al heel lang programma's bestaan van orgaantransplantatie, dus zoals nieren, harten, longen, is dat hele probleem niet opgelost. En die urgentie is op dit moment heel erg, omdat wij chirurgisch technisch eigenlijk nu al goed in staat zijn om aangezichten te transplanteren, handen te transplanteren, strottenhoofden, knieën, buikwanden, geslachtsorganen. Maar dat wij eigenlijk tegengehouden worden door de hele problematiek van de afstoting. Nou ja, ik denk dat een van de meest creatieve medische vakken die er is, wat mij betreft. En dat is ook een van de redenen dat ik dit ben gaan doen.